de rechter dat erkent van deze mevrouw is niet gek. Ze is niet zomaar naar binnen gaan, een stok gepakt en aardige jongens op een bankje weggeslagen. Hé, hey, kankernegerin, kankerzwarte. Kankerzwarte, moet je filmen, ik heb hier wel nog video. Ja, kankernegerin, hè? Wat denk je wel niet, joh? Kanker slaan met stokken, hè? Ga de politie. Kankeraap. Zwart, ik ben liever zwart dan slipper, dan kijk binnen als een vaker. Hé, joh, kankernegerin, joh. Ga lekker je boom in, man. Ik kon niet meer in Hilversum wonen en werken. Dat ging niet meer. Het was emotioneel voor mij te zwaar. Dit betekent dus dat u niet strafbaar bent voor de mishandeling. Er is een met poep besmeurde Surinaamse vlag op haar stoep gelegd. De winkelruit is ingegooid. Dat zijn allemaal aspecten waarvan de rechtbank zegt, ja, dan kan het zo zijn dat je als die mandarijn gegooid wordt toch denkt van misschien gaat er meer gebeuren nu. Het is een einde gekomen aan anderhalf jaar nachtmerrie. De rechter heeft ook gezien wat voor impact het op mijn leven heeft gehad. Wat het emotioneel met een mens doet als je maandenlang getreiterd, racistisch wordt bejegend, gediscrimineerd en ook nog aangevallen wordt waar je kind bij staat.